hard op staan en ik zie er maar 7. Dus als de ouders een stapje terug willen doen. Dan zullen we zo meteen zien wie hier de koppositie gaat pakken. Kijk maar eens. En ik zie daar een 100-slechter met 118 naar voren komen. Van de FC De Weijrijders. En dan gaan we eens kijken wie daar op 2 en 3 ligt. Aan de leiding al Levi van Hoogte met de startnummer 140. Gevolgd door twee rijders van FC Nuland. Willem Glodemans en Stef van Hoogte. Dan eentje van de FC Amersfoortje. Dat zal ongetwijfeld niet Meijering zijn. En dan zien we daar eentje van de rijders naar voren komen. Levi van Hoogte, denk ik. En dan met 152, schouder en schouder met Niek Meijering. Nummer 52, Tim Boosjes. Die doet een mooi, die schuift een mooi plekje op. Naar plek nummer 4. En dan zien we met 483, Stefanos. Met een collega, denk ik, Max van Tinter. Race nummer 3 in de baan of van de startheuvel af. Met Jure Werner, Nout Smits, Harm Schulders, Jochem van Adelbeek, Luc Munters en Roy van Doorn. Aan de leiding eentje van Geldermalsen, Jure Werner. Heeft daar een paar metertjes voorsprong op die van Nuland, Roy van Doorn. Gevolgd door eentje van de Woepers. Eens even kijken wie daar op 3 ligt. Met nummer 58, als ik het goed zie. Harm Smulders. Dan gevolgd door 28, Jochem van Adelbeek. Van de Woepers. En dan eentje van FC Amersfoort, Luc Munters. En dan wordt het treintje gesloten door Nout Smits van FC Nuland. Race nummer 4 in de baan. Met Sam van Os, Anton Blanke, Mike Trent, Kevin van den Burg, Chris Verstappen en Corné Hoogakker. Aan de leiding Geldermalsen, maar die krijgt een aanval te verduren van eentje van Nuland. Het wordt hem daar moeilijk gemaakt om binnen door te komen. Hij zal de aanval opnieuw moeten inzetten met 419. Of 469 bedoel ik. Corné Hoogakker, misschien dat hij nu binnen door kan gaan. Chris Verstappen. Het gaat denk ik niet lukken. Hij zal genoegen moeten nemen met die tweede plek. En dan Anton Plankers van FC Amersfoort sluit deze rit als derde. Nou, draai even de fiets. Nou, draai even de fiets. Dankjewel. Ja, Sam van Os die een kleine valpartij heeft meegemaakt van FC Nuland. De heer jongens te plaatsen. Hopelijk is het maar een klein schrammetje. Maar we gaan eventjes door naar de rest van de wedstrijd. Race nummer 5. Klasse 8 jaar. We zien daar de competitie in handen van Wouter Maas van FC Amersfoort. Gevolgd door 411 Björn Taktor van FC Nuland. En dan eentje met 478, Isa van Dinter. Komt daar mooi als derde achteraan. We gaan door naar race nummer 6. Met in de baan Wesley van Nistelrooy, Giel Zogo, Jasper Kaasjager, Ruben van Ekeren en Evelien Winters. Aan de leiding van FC Amersfoort, Giel Zogo, gevolgd door Jasper Kaasjager van FC Amersfoort. Dan op die mooie derde plek van FC Nuland, Wesley van Nistelrooy.
Dan zien we daar op plek 4 rijden Ruben van Enkeren van de Weijrijders uit Tiel. En dan wordt het rijtje door Eveling gesloten van Geldermalsen. Race nummer 7 alweer in de baan. Met aan de leiding, eentje van FC Amersfoort, Boy van Hassel. Hij heeft een mooi gaatje geslagen na nummer 2. Eentje van FC Nuland. Het zal ongetwijfeld met zijn groene fiets van start nummer 424, Joey van de Kamp zijn. En dan een mooi gevecht tussen 3 en 4. Maar hij pakt er mooi binnendoor met nummer 43, Roli van de Heuvel. Hij zat er nog eventjes aan moeten zetten om die derde plek veilig te stellen. En dat is hem zeker gelukt. We gaan door naar race nummer 8 in de baan. Het gaat allemaal alweer een beetje sneller. Eigen klasse 9 jaar. Aan de leiding van AC Amersfoort. Wino van Rijswijk. Gevolgd door een collega van AC Amersfoort. Anja Jacob op die mooie tweede plek. Dan gaan we even kijken wie daar uit Kiel op die derde plek rijdt met 167, Jeff van Hoeven. Dan zien we er eentje van Nuland met 458. Mark Heesakkers op die vierde plek liggen. Nummer 9 alweer. Tom Smits in de baan, Sanne Hoogakker, Tom Dekker, Max Hobo, Lotte van der Wiel, Sarai van Oplo en Dustin Eindhoven. Ik had het net over een groene fiets, maar die gaat hier ook weer aan de leiding. Dustin Eindhoven van FC Geldermalsen pakt hier die toppositie mooi in handen. Gevolgd door Tom Dekker. Om de wijrijders. En dan gevolgd door FC Amersfoort, Max Hommel. En zoals u al weet, als je in een grote blok zit, dan de eerste vier rijders doorgaan naar die halve finale. Op dat betreft die andere finale. Race nummer 10 in de baan. Even kijken wie daar aan de leiding gaat met 117, Jimmy van Zetten. Van de Weijrijders uit Tiel, gevolgd door eentje van Nuland, goed door goed. En dan een mooie inhaalmanoeuvre van Romano Brok van FC Amersfoort. Houdt die stand tot aan de finishlijn, hij heeft die derde plek veilig gesteld. Nummer 11, een klein bakje, Ivo Akkerman, Kenny van de Kamp, Thomas, Roland Struik en Jan Latonder. Roland Struik van FC Amersfoort aan de leiding hier, een mooi gaatje geslagen naar die van Geldermalsen, Jan Latonder met start nummer 320. Dan gaan we even kijken naar plek 3. Thomas met start nummer 722 van FC Amersfoort. Gevolgd door eentje van Nuland, Kelly van de Kamp. We gaan al sneller en sneller naar race 12. In de baan Lotte van Zandvoort, Daniel Kaarsjager, Anita Gram en Sam de Lafuente. De eerste drie zitten mooi bij elkaar. Dat is een gaatje naar die van Geldermalsen, laat genoemd. Dus even kijken wie hier de koppositie in handen heeft met 709 en Instagram van FC Amersfoort. En houdt Daniel Kaarsjager stand in die tweede plek? Of krijgt hij nog een aanval te verduren van Lotte van Zandvoort?